In Temse is vannacht een 47-jarige man van Turkse afkomst uit Hamme overleden na een schietpartij. Die gebeurde aan de Rozenlaan voor de Turkse VZW Club 101. Die club was ook in 2012 al eens het decor van een bloedige vechtpartij. Deze keer is de dader een 52-jarige man van Turkse afkomst uit Bornem. Hij was gevlucht, maar is intussen aangehouden. De feiten spelen zich af rond 1:30 vannacht. Voor het Turkse café Club 101 is er een schietpartij met dodelijke afloop. Een man van Turkse afkomst uit Hamme wordt neergeschoten door een man van Turkse afkomst uit Bornem. Het op dat moment nog zwaargewonde slachtoffer wordt nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overlijdt daar aan zijn verwondingen. De man, de dader, was onder invloed. Het was met voorbedachte raden dat hij de slachtoffer aanviel. Ik kwam de café binnen, vernederde de mensen aan het plein, het publiek, zeg maar. En hij kost het niet verkroppen dat zijn cliënteel eigenlijk overging naar dat andere café. De verdachte zou 5 keer schieten en slaat na de feiten op de vlucht, maar wordt wat later opgepakt in Bornem. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met het café. In 2012 was er ook al een zware vechtpartij, waarbij verschillende mensen zwaar gewond raakten. Zo weet ook de buurt nog. Dit is niet de eerste keer. Er zijn al zoveel dingen gebeurd. Het moet echt gaan ophouden nu. Wat gebeurt er hier dan zo nog allemaal? Oh, ja, ruzies. Er is al heel veel gevochten, tot bloedens toe. Een paar jaar geleden is hier dan ook van allerlei misdadige criminele dinges gedaan. Dus het is genoeg geweest. Het slachtoffer was een bekend figuur in de Hamsterse gemeenschap. In Temse baat hij al enkele jaren een pitazaak uit en had het café nog maar net overgenomen. Mensen was eigenlijk vrij geliefd binnen de gemeenschap. Hij had ook andere plannen met dat café, waar dat hem nu de eigenaar, binnenkort eigenaar, ging van zijn. Hij wou daar een Turks restaurant van maken, omdat het al eigenlijk een verloederde situatie had, dat gebouw. De verdachte is voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van moord. Het parket heeft een wapendeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld en onderzoekt verder de precieze omstandigheden van de dodelijke schietpartij. De politiezone van